heel leuk. Gewoon de sfeer, denk ik, dat er wel door bepaald wordt. Het sfeervolle centrum van Zevenbergen was ooit dé plek waar zout en turf werden verhandeld en verscheept over de Rode Vaart. Veel karakteristieke monumenten getuigen van het verleden. En de eeuwenoude structuur van het centrum is nog goed herkenbaar. Hart van het centrum is de haven, waar de Rode Vaart doorstroomde. Begin jaren 70 is de haven gedempt. Straks keert de vaart weer terug in het centrum. De fraaie huizen worden weer grachtenpanden. De terugkeer van het water wordt betaald door het waterschap Brabantse Delta, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Rijk. De Rode Vaart is namelijk hard nodig voor de zoetwatervoorziening in de regio. En enkele jaren geleden, toen ik hoorde dat hij weer open ging, ja, zat ik in mijn paleis. En als die gracht hier zou komen, dan zou het dus nog plezieriger worden, nog fijner. Het openmaken van de haven is eigenlijk ook de aanleiding dat we ook verder naar het centrum van Zevenbergen kijken. We kijken ook weer welke functies we het centrum kunnen geven. En we kijken daarbij bijvoorbeeld ook naar de weekmarkt, want we zullen ook weer een nieuwe plek voor de weekmarkt moeten vinden hier in het centrum. De markt wordt heringericht. Het plein krijgt meer ruimte voor evenementen en terrassen en de bijzondere sfeer van de markt wordt versterkt. Een deel van de huidige parkeerplaatsen aan de markt en de haven verdwijnt. Er komt nieuwe parkeergelegenheid op de kasteeltuin, op een paar minuten lopen van de winkels en de markt. Bij de groene inrichting komt een verwijzing naar het kasteel van Zevenbergen, dat ooit op deze plek stond. Ja, hier aan de Nerofstraat komen bouwkavels voor mensen die op loopafstand van het centrum van Zevenbergen zelf hun eigen huis willen bouwen. Twee andere projecten maken ook deel uit van de centrumontwikkeling. Voor een sterker winkelgebied wordt aan de Molenstraat gedacht aan een extra supermarkt met appartementen erboven. Aan de Stoofstraat komt een bijzonder gebouw dat straks de entree naar het centrum markeert. Onderin komen voorzieningen, daarboven appartementen. Ja, over de herinrichting van de openbare ruimte denken de mensen mee. Dat doen ze in werkateliers. Dat zijn bewoners, ondernemers, maar ook andere mensen uit Zevenbergen die daarover meedenken. En de eerste beelden zijn dat de mensen heel graag willen dat het centrum van Zevenbergen weer een karakteristiek uiterlijk gaat krijgen. Nou, als het water hier straks weer is, dan verwacht ik dat het centrum gewoon een nieuw leven krijgt ingeblazen. Dat er weer veel toeristen komen, dat er veel meer mensen hier naar het centrum toe trekken, want het zal de sfeer helemaal ten goede komen. De werkzaamheden aan het centrum zullen gefaseerd plaatsvinden. Zo hebben bewoners en winkeliers de minste overlast en blijft het centrum goed bereikbaar. Ik denk dat het wel heel erg leuk eruit zal zien. En, misschien dat je er ook meer toeristen door krijgt of zo. Misschien wat terrasjes erlangs en dat zal een heleboel goed doen. Ja, het wordt veel aantrekkelijker natuurlijk. Ik hoop op meer groen en ik denk dat ik dan een hele leuke oude dag hier kan hebben. Fantastisch, kan niet anders zeggen.